Hey, hallo, Refli hier van Refli.nl. We gaan een superleuke Valentijnskaart maken met waterverf. Hiervoor gebruik ik de set Bold & Bright van Art by Marlene. Je hebt een vel A4 waterverfpapier nodig, een schaartje, een gum, een potloodje en een aantal kwastjes. En om te beginnen vouw je als eerste je vel A4 in twee, want het wordt een A5 kaart. Een dubbel gevouwen A5 kaart. Het waterverfpapier is wel wat stug, dus het is wat lastig om te vouwen. Maar goed, zoals je hier ziet, kan je met je vuist de lijn wat steviger maken. Zodat die gewoon goed gevouwen blijft. We gaan namelijk een cirkel knippen in het middelste. Nou ben ik niet zo goed in het tekenen van cirkels. Dus daar gebruiken we gewoon iets voor. Misschien heb je een bordje, een kopje of zo'n mooie glitterbal die ik nu gebruik. Zodat je een rondje kan maken. En dit doe ik gewoon op het oog. Ik ga niet nadenken of deze cirkel wel of niet helemaal in het midden van mijn papier staat. Serieus, wie zal het nameten? Dus ik teken gewoon een cirkel. Ja, die is gezellig. Doei. Nou, die kan weer aan de kant. En deze cirkel gaan we uitknippen met een schaartje. Kan jij met mesjes overweg? Ik dus niet. En om een slagaderlijke bloeding te voorkomen, gebruik ik gewoon een schaartje. Je ziet het al hoe onhandig ik met dit soort voorwerpen ben. Maar als je nou een mesje hebt bijvoorbeeld, dan gaat dat misschien een stuk makkelijker. Maar dat heb ik niet. En dit werkt voor mij eigenlijk ook prima. In het begin is het even lastig om met je schaar er doorheen te prikken. Maar daarna knip ik gewoon de cirkel. En nee, die is niet perfect. En er zitten hier en daar wat rafeltjes aan. Maar dat vind ik helemaal prima. Want het is gewoon een door mij zelf gemaakte kaart. En dat hoeft zeker niet perfect te zijn. Met de gum haal ik nog even het potloodlijntje weg. Wat er stond toen ik om die cirkel heen potloodde. En nu gaan we beginnen met het tekengedeelte. Ik gebruik gewoon een vulpotloodje, dat vind ik het prettigste om mee te tekenen. Jij kan natuurlijk voor jezelf bepalen wat jij zelf prettig vindt om mee te tekenen. Aan het einde, als we met waterverf gespeeld hebben en met een zwarte fijnlijner, kan je als je werk echt heel goed gedroogd is, kan je het potloodlijntje gewoon weer uitgummen. Durf jij nu gelijk al met een zwarte fijnlijner te werken, dan moet je dat lekker doen. Ik weet eigenlijk niet of de waterverf dan zeg maar vlekt vanwege de zwarte fijnlijner. Ligt er een beetje aan welk merk je gebruikt, denk ik. Volgens mij is Micron wel redelijk waterdicht, maar dat weet ik niet zeker. Oké, dus we gaan nu om de cirkel heen gewoon allemaal halve cirkeltjes maken. En daarna ga ik allemaal bloemetjes en blaadjes en dergelijke tekenen. En dat doe ik uit mijn hoofd en gewoon redelijk random. En het is natuurlijk een Valentijnskaartje. Dus in deze halve cirkeltjes zet ik allemaal even een hartje. Je kunt natuurlijk verzinnen wat je wil om in deze halve cirkeltjes te zetten. Misschien wel de naam van degene aan wie je dit toe gaat sturen. Ik heb mijn camera juist nu even niet zo scherp gezet. Sorry, maar het is maar een heel klein stukje. Volgens mij heb ik zo meteen door dat ik niet helemaal scherp zit te werken voor jullie. Maar goed, het is maar een klein stukje. Alleen de stukjes denk ik dat ik de hartjes aan het tekenen ben. Maar je zou dus in deze halve cirkeltjes ook de naam van een persoon kunnen schrijven. Of misschien vind je het wel heel erg leuk om een liefdesboodschap erin te zetten. Dat is eigenlijk ook wel grappig. En kijk, floeps, hier heb ik door. Hallo, ik was niet helemaal scherp aan het werk. Sorry voor deze vage beschrijving, een klein stukje. Maar goed, ik heb dus gewoon gekozen simpelweg voor hartjes, omdat ik dat het leukste vond om te maken. Maar je zou dus allerlei andere dingen ook in deze halve cirkeltjes kunnen zetten. Dan gaan we nu verder om de rest van de cirkel mooi te maken. En dat doe ik met allemaal verschillende soorten blaadjes, doodles, hartjes, takjes, tekeningen. En die verzin ik gewoon ter plekke. En je kan natuurlijk helemaal nadoen wat ik maak. Is helemaal prima, is helemaal superleuk. Of je verzint zelf natuurlijk leuke doodles, blaadjes, hartjes, tekeningetjes. Pinterest is natuurlijk je allerbeste vriend wat dat betreft. Als je daarop zou zoeken naar bijvoorbeeld doodles, ja, dan kom je natuurlijk 1001 voorbeelden tegen.
Dus dat zou je ook nog kunnen doen. En nogmaals, ik werk dus het liefst nu wel eerst met potlood, zodat ik kan kijken, nou, kom ik een beetje uit? Vind ik het allemaal een beetje leuk wat ik gemaakt heb? En pas later, na mijn waterverf, daarna pas ga ik met mijn zwarte fijnlijner aan de slag. Maar als je het fijn vindt om daar gelijk mee te werken, dan moet je dat natuurlijk lekker doen. En ik laat wel elke keer dezelfde soort blaadjes en patronen terugkomen. Zodat je een soort patroontje zeg maar creëert. Dus het zijn niet alleen maar verschillende bloemen en blaadjes. Maar ik herhaal natuurlijk wel dat gedeelte wat ik nu getekend heb. Dat ga ik wel een aantal keer herhalen. Alleen ik verander dan weer hoe het blaadje eruit ziet. Qua kleuren straks ga ik wel dezelfde elementen dezelfde kleuren geven. En dat, dan krijg je gewoon een mooi soort geheel. Dus ik laat je nu gewoon met een leuk muziekje eronder zien wat voor soort blaadjes en krulletjes en hartjes ik allemaal teken. En dan kan je gewoon lekker meedoen. Zometeen gaat hij ook even iets versneld, want anders ging deze video 1 uur of 6 duren. Dat is ook niet echt handig. Maar goed, ik zet hem zometeen dus even versneld en dan kan je lekker meetekenen. En als je de buitenkant van je cirkel helemaal af hebt, dan kan je gaan beginnen aan de titel van je kaart. En ik heb gekozen voor Jij bent de allerliefste. En dat schrijf ik gewoon met de hand. Vind je dat nou lastig? Dan zou je er ook voor kunnen kiezen om het bijvoorbeeld op de computer te maken en het dan uit te printen en in te plakken. Of misschien heb je stempels. Dan gebruik je stempeltjes. Dat is misschien ook nog wel een goed idee. Of je gaat gewoon heel erg je best doen en heel erg oefenen op schrijven. Want dat is toch eigenlijk wel het allerleukste om een handgeschreven kaart te krijgen. En ik vind dit soort letters schrijven, het zijn een soort drukletters eigenlijk, het makkelijkste om te doen. En dat schuin schrijven, dat doe ik ook al een hele tijd. En het is zeker niet officiële handlettering, want ik weet bij God niet wat de regels zijn. Maar ik vind het leuk hoe ik het zelf doe. Ik schrijf eigenlijk het woord 1 keer en daarna ga ik gewoon langs de letters nog een keer en maak ik ze wat groter.
En daarna kleur ik die lekker in met waterverf. Hoe moeilijk kan je het jezelf maken, zeg maar? Dit is gewoon super makkelijk om het op deze manier te doen. En kijk, zo heb je toch een super leuke kaart. En dan gaan we nu aan de slag met waterverf. Daarvoor zet ik wel even een clip op die kaart, omdat die natuurlijk gevouwen is. Dus hij floept af en toe terug. Dat vind ik ontzettend lastig. Werken, want dat werkt gewoon lastig. nu ga ik met een wat fijner kwastje mijn eigen tekeningetjes inkleuren. En het potlood zal vast wel een klein beetje meevlekken. Dat irriteert mij niet en dat valt mij ook niet op. En waar je ook met waterverf overheen gaat, die potloodlijntjes, die blijf je er ook onder zien. Maar dat boeit me echt serieus helemaal niks. Perfectionisme gaan we lekker loslaten. Straks ga je toch ook nog met je zwarte marker over de potloodlijntjes heen. Dus dan zie je het echt serieus niet meer. Met waterverf is het wel zo. Als je nat in nat werkt, wat ik dus nu doe, dan heb je kans dat het in elkaar gaat overlopen. Dat ligt er ook een beetje aan hoeveel water je gebruikt. Je ziet het links al een beetje, het lichtgroen gaat over het wat donkerder groen heen. Ik vind dat helemaal prima. Ik vind dat heerlijk. Voor mij is waterverf daarvoor bedoeld. Vind je dat toch vervelend? Dan moet je wachten tot het gedeelte wat je aan het maken bent echt helemaal droog is. Dus dan wacht je, dan doe je bijvoorbeeld het lichtgroen van het ene blaadje. Dan schuif je op twee plekjes, zodat je niet in de buurt bent. En dan ga je verder met het andere onderdeel. En pas als het droog is, kan je dan het tweede deel van dat eerste blaadje weer even maken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar daar heb ik allemaal geen geduld voor. En ik vind het leuk als het juist een beetje in elkaar overloopt. Als het allemaal niet zo netjes is. En je denkt nu, wat werkt die meid snel? Uiteraard staat mijn videootje hier ook versneld. Want anders duurt het allemaal veel en veel te lang. Dus let op, als je rechtshandig bent, dan kan je het beste van links naar rechts werken. Om te voorkomen dat je met je hand door je werk gaat of op je werk leunt en dus vlekken maakt. Je ziet nu hier bij het tweede hartje dat ik een vlek maak. Dat rode, dat loopt over naar het groene blaadje. Dat komt omdat het water elkaar raakt. Ik stoor me daar niet aan, maar nogmaals, wil je voorkomen dat gebeurt, dan moet je er echt voor zorgen dat het goed droog is voordat je het volgende onderdeel gaat doen. Nogmaals, ik ben perfectionistisch en ik ga gewoon door. Ik ga gewoon de dingen maken die ik wil maken. En uiteindelijk, als de kaart helemaal af is, vind ik het charmant dat dat hartje een beetje door het blaadje heen morst, een beetje er doorheen loopt. Dus ik ga nu niet verder met de cirkel al die hartjes maken, want dan weet ik dat ik constant met mijn hand over mijn eigen werk aan het gaan ben. Ben je linkshandig, dan moet je dus van rechts naar links werken om te voorkomen dat je met je hand door je eigen werk heen gaat. Dus zorg dat je boven je hand werkt, zeg maar, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat je zorgt dat daar waar je je hand steunt, dat je werk vrij is of dat het al helemaal opgedroogd is. En hier doe ik dus weer het groene lijntje van het blaadje. Maak ik al het donkergroene lijntje. Maak ik al terwijl het lichtgroene gewoon nog nat is. En ik vind het juist leuk als het een heel klein beetje in elkaar zou overlopen. En bij dit blaadje gebruik ik de roze en de paars uit deze set. En dan wil ik juist dat het in elkaar overloopt. Want dat geeft juist een leuk effect. Kijk, hier voeg ik een klein beetje het paars toe. Dan zie je al dat het een beetje in elkaar overloopt. En zo ga je gewoon je hele kaart inkleuren. Gewoon je eigen tekening inkleuren. Hoe leuk is dat? Thank you.
En we gaan nu met het schrijven of het verven van de titel beginnen. En dat kan je pas doen als de voorkant van je kaart helemaal droog is. Uiteraard is mijn kaart hier helemaal droog. Want anders zou je dit niet kunnen doen. Dan vlekt gelijk je hele mooie kleurentekening die je net gemaakt hebt. We gaan met een heel fijn kwastje werken. Zodat je de woorden jij bent de allerliefste kan overtrekken eigenlijk. Hè? Want ik heb het natuurlijk al met potlood geschreven. Dus je moet niet te veel water gebruiken. En zorgen dat je kwastje schoon is. En ik gebruik de paars uit deze set. En dan ga je eigenlijk gewoon je potloodlijntjes overtrekken. En hier ook weer heel goed opletten waar je precies je hand neerzet. Zodat je niet de vlekken maakt. Maar als ik het zo bekijk, zit er niet heel veel tekst aan de rechterkant. Dus gaat dit gewoon helemaal goed. Dus met een heel fijn kwastje schrijf je over de woorden heen die je met potlood geschreven hebt. En omdat de letters elkaar toch niet raken van het bovenste stukje van mijn tekst en het onderste stukje, ga ik gelijk door met het woordje liefste inkleuren. Stel dat je alles nu wel een beetje dichter op elkaar gemaakt hebt, ja, dan kan je misschien beter even wachten tot het droog is. En in dit geval gebruik ik gewoon één kleur voor het woordje liefste en dat is weer die knalroze kleur uit deze waterverfset. En ik kleur heel simpelweg de letters in die ik geschreven heb. Thank you.
En kijk dan hoe leuk dit er nu uiteindelijk uitziet. Ja, ik kan daar echt helemaal gelukkig van worden. Ik heb daar nog een beetje water gemorst. Maakt niet uit, dat kan je heel simpel opdeppen. Nu gaan we de kaart eerst heel goed laten drogen voordat we met onze zwarte fijnlijner aan de slag gaan. Want ik wil natuurlijk niet dat ik vlekken ga maken onnodig omdat ik weer met mijn hand ergens op zit te leunen. En als je kaart en al je werk helemaal goed opgedroogd is, dan kan je verder gaan met het afmaken van je kaart. En dat doen we met een zwarte fijnlijner. Ik gebruik daar de Micron pen voor. Dit is nummer 8. En ik ga heel simpelweg over al mijn potloodlijntjes heen. En dat hoeft niet super netjes. Het hoeft niet exact te kloppen dat het waterverf precies binnen de lijntjes past. Maar ga gewoon over de nog zichtbare potloodlijntjes heen. En voor de rest moet je zelf even bedenken waar je je zwarte lijntjes wil zetten. En hier werk ik ook gewoon weer simpel rondom. Ik heb die clip erop staan, omdat anders de hele tijd die kaart verbuigt. Dat vind ik super irritant werken. Maar verder ga je gewoon over al je lijntjes heen.
En ook bij de titel of het tekstje kan je natuurlijk nog met je zwarte fijnlijner het laatste stukje even afmaken. Ik doe dat alleen bij het woord liefste. De tekst jij bent de aller, dat heb ik natuurlijk met een beetje donker paarse waterverf gemaakt. En ik vind het eigenlijk niet nodig om daar met mijn zwarte fijnlijner nog even overheen te gaan. Maar als je dat wel leuk vindt, dan moet je dat vooral doen natuurlijk. Want zo werkt het nu eenmaal bij mij. Doe wat jij het allerleukste vindt. En dan heb ik nog een laatste onderdeel. Wat ik het allerleukste vind om te doen, is een aantal splashjes maken. Dat hoeft niet aan de buitenkant van de kaart, maar dat doe ik wel aan de binnenkant. Want ik vind hem anders een beetje te saai worden. Daarvoor heb je een wat grotere kwast nodig. En dan pak je voldoende water. Dat is eigenlijk een beetje de truc. Zoveel mogelijk water pakken en waterverf pakken. En dan ga je daarna met je kwast, met je vinger tappen, zeg maar, op je kwast. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Je ziet hoe ik het doe. En af en toe vind ik de blubjes niet groot genoeg. Dan pak ik wat meer water. En soms help ik ze een beetje door rechtstreeks met mijn kwast op de waterverf splashjes, zeg maar, te gaan, zodat je de druppel wat beter ziet. Dus hier pak ik nog een beetje en dan ga ik nu water pakken en dan met die hele grote druppel, kijk, dat is wat ik mooi vind. Dus niet alleen die kleine druppels, hier help ik hem een beetje, maar ook de wat grotere splashjes. Kan je ook gewoon af en toe, als die niet helemaal goed neerkomt, een beetje helpen daar waar jij hem hebben wil. En kijk dan hoe leuk deze Valentijnskaart geworden is. Ik zeg, kan je er als je het helemaal tot hier volgehouden hebt. Veel plezier ermee. Doei!